It's Old MacDonald's Farm! Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some cows, E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And now Old MacDonald has got some sheep on his farm. So get ready everyone to go. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some sheep, E-I-E-I-O. With a baa-baa here and a baa-baa there, here a baa, there a baa, everywhere a baa-baa. Moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Ergens tussen Raalte en Mariënheem is een kinderdagverblijf, een dagopvang, van Martin Niekamp. En het heet het Scharpie. En u snapt wel waarom het zo heet. Het is een heel bijzonder kinderdagverblijf. De kinderen kunnen de lammetjes voeren, koeien te eten geven, met konijntjes spelen en vooral lekker buiten zijn. Een heerlijke plek om de dag door te brengen. Een lammetje aaien. Een lammetje aaien. Ja. Ja, natuurlijk. Doe maar. Aaien maar. Nat. Nat. Is die nat? Ja. Hij is niet bang, hè? Ja, ik kan ook heel hap, hap. Kan die bijten? Nee, toch? E-I-E-I-O. And on that farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Baa-baa here and a baa-baa there, here a baa, there a baa, everywhere a baa-baa. Joyce is pedagogisch medewerkster bij het Scharpie. Je werkt hier hoe lang? Ik werk hier 3,5 jaar. En wist je toen dat het zo veel met dieren was ook? Ja, dat was bekend en dat vond ik ook heerlijk. Lekker buiten en heel anders dan de structurele kinderopvang. Heb je daar ook gewerkt? Ja, ik heb 13 jaar in een ander dagverblijf gewerkt. Ja. En wat voegt dit nou allemaal toe? Vooral buiten zijn, met de dieren. Het is heel relaxed gewoon. We zijn niet zo erg van thema's doen. Maar gewoon kijken waar de kinderen zin in hebben. Wat het weer doet en gewoon heel veel buiten leven. Ja. Merk je ook in het begin als er kinderen nieuw komen dat kinderen misschien bang zijn voor dieren? Over het algemeen gaat het heel goed en enkel komen er juist wel kinderen die dieren spannend vinden. Waarvan de ouders hebben van dat is een uitdaging voor ze en we betrekken ze er steeds meer bij en ze komen steeds dichterbij. En uiteindelijk vindt bijna elk kind het echt heel erg leuk. Hey, what's this? Old MacDonald has bought some chickens for his farm. So get ready everyone to go. En wat gaan jullie dan eten straks? Broodjes! Oh, lekker. Ik sta bij Martin Niekamp, die is eigenaar van dit kinderdagverblijf Het Scharpie. Martin, hoe kwam je ertoe een kinderdagverblijf te beginnen? Nou, ik heb 20 jaar varkenshouder, of ik ben 20 jaar varkenshouder geweest. En het werd voor ons tijd voor een nieuwe uitdaging. Vandaar dat we wat nieuws zochten. En op kinderopvang zijn gekomen en zodanig kinderopvang zijn gestart. Je vrouw zat ook in de kinderopvang, vertelde ze me. Mijn vrouw zat in de kinderopvang, maar dat was niet de reden voor mij om kinderopvang te gaan beginnen. Want zij is ook pedicure, dus zij heeft eigen bedrijf. En ik moest gewoon echt iets anders voor de varkens hebben. Dus vandaar dat we dus kinderopvang zijn begonnen. Maar een kinderopvang met een bijzonder concept. Vertel. Ja, het is iets anders dan de reguliere kinderopvang. Wij hebben echt kinderopvang op de boerderij met allerlei dieren erbij. Waar we dus de kinderen erg betrekken bij de dieren, met de dieren. De omgang met de dieren en het vertrouwen met de dieren. En het verzorgen en voeren van de dieren. Dit concept bestaat ook al in Nederland, hè? Ja, het concept bestaat eigenlijk al een jaar of 5, 6. Dit heet de Verenigde Agrarische Kinderopvang. Er zijn nu ongeveer een 40 ondernemers in heel Nederland die hetzelfde concept hebben als wij. Ja. Ouders die hun kinderen hier naartoe brengen, die kiezen hier dus echt voor? Ja, de ouders kiezen bewust voor deze vorm van kinderopvang. Het is net even iets anders dan de reguliere kinderopvang. De kinderen hebben hier, wij hebben gewoon wat meer te bieden voor de kinderen. We hebben kindvriendelijke koeien, zeg ik altijd. Het zijn koeien die hoornloos zijn en een heel zacht karakter hebben.
Dus echt geschikt voor de kinderen om ook te laten verzorgen, zeg maar. De kinderen geven ze hooi, ze geven ze koekjes, koeienkoeken. Dus dat vinden ze hartstikke leuk om te doen. Ja. Smakelijk eten, smakelijk drinken, hap, hap, hap. Slok, 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 dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken. Eet maar op en drink maar op. Het buitenspelen en het buiten zijn neemt dus een grote plaats in bij jullie kinderdagopvang. Ja, dat klopt. De kinderen zijn hier zoveel mogelijk buiten. Als de kinderen 's morgens wat gegeten en gedronken hebben, of fruit gegeten hebben 's morgens om 9 uur, dan zijn ze om 9:30 en worden ze verschoond en dan gaan we direct al buiten spelen. Dus ze zijn dan eigenlijk, als het weer een beetje mee zit, tot 11:00. Over 11 zijn we buiten met de kinderen. Ja. En ook daarnaast, middags, als ze na de middag slaapt, zeg maar, dan gaan ze ook weer lekker buiten spelen. En dus buiten slapen, heb je me verteld? Ja, ook buiten slapen. Dus de kinderen zijn nu dus lekker aan het eten. En zometeen dan gaan ze allemaal slapen. En de oudste kinderen even rusten. Dan slapen ze ook buiten. We hebben 6 buitenslaaphuisjes. Dat ze dus echt ook in de frisse buitenlucht kunnen slapen. Ja. En je hebt hier nu kleintjes die hier de hele dag zijn, maar je hebt ook buitenschoolse opvang. Ja, dat klopt. We hebben ook buitenschoolse opvang. Die kinderen die komen 's middags van school, die halen wij van school op. En dan brengen we ze hier naar het schaapje toe. En dan kunnen de ouders 's middags, de BSO, de kinderen noemen dat, de buitenschoolse opvangkinderen, weer samen met de kinderen die de hele dag zijn, weer gelijk allemaal ophalen. En die spelen ook veel buiten? Die zijn ook heel vaak buiten, ja. Op mooie zomerse dagen dan komen ze soms helemaal niet eens binnen. Dus ja, we hebben een hele mooie binnenruimte groep voor de buitenschoolsopvangkinderen. Maar ja, die wordt soms helemaal niet gebruikt. Dus, ja. En zijn er ook nog activiteiten buiten? Doen ze ook nog wat buiten? Ja, het is niet alleen spelen. Het is wel, het is geen schools gebeuren, zeg maar. Het is niet zo dat kinderen hier nog weer verplicht dingen moeten doen. Het is allemaal uit vrije wil, maar we stimuleren ze wel om bepaalde activiteiten te doen. Dat zijn, dat is buiten op de trampoline spelen soms. Maar ook wat is met elkaar door het gras heen, kijken wat er allemaal groeit en bloeit. Een moestuintje las ik. Ja, een moestuin hebben we erbij. We hebben een tunnelkas. We hebben van alle groentes en verbouwen met de kinderen. Pompoenen verbouwen we daar. Ja, dat zaaien we in het voorjaar met de kinderen. We geven het water met de kinderen. We zien het groeien. En op laatste kunnen we ook oogsten met de kinderen. Dus dan is het soms niet verrassend voor de ouders dat ze met een handvol aardbeien thuis komen. Of dat ze een komkommer of andere dingen mee naar huis nemen. Dus dat wordt allemaal hier verbouwd. Je zou hier eigenlijk kinderen uit het centrum van de stad moeten hebben. Ja, die kennen dat natuurlijk helemaal niet. Dus voor hun is dat echt wel heel bijzonder. Maar je merkt gewoon dat voor alle kinderen gewoon echt goed is dat ze lekker veel buiten zijn en lekker gezond. Er is de laatste tijd nogal veel te doen over de kinderopvang wat betreft de kosten. Merk je daar nou wat van? Want het schijnt steeds duurder te worden. Nou, duurder, de ouders krijgen minder terug van de belasting. En dat is wel een probleem. De ouders die verdienen een bepaald bedrag. En ja, als ze dan bijna net zoveel weer aan de kinderopvang weer kwijt zijn, ja, dan is dat soms niet echt ideaal. Merk je er iets van? We merken er wel iets van, maar niet echt veel. Nee, er zijn maar weinig ouders die daardoor besluiten om echt te stoppen met werken en hun kind hiervan af te halen. Dat komt gelukkig haast niet voor.